In Dokwerk 3 weken lang persoonlijke documentaires onder de noemer Jongensdromen. Vanavond de laatste aflevering. Programmamaker Dimitri Hettinga volgt oud-motorcoureur Rob Bron. In de jaren 70 was Bron meerdere malen Nederlands kampioen. En nu traint hij jonge talenten. Het is gewoon een ziekte. Het is het harder willen als een ander. Het beter kunnen. Het denken van, ik ben de beste. Dat is racen. Veel van leren. Ze zitten er lekker op. Ze zijn goed in elkaar gewacht. En ze weten ze naar links en rechts te pakken. Daar gaat het om. En dat is het mooiste van het team. Een echt team hebben we. Kijk, het zou heel leuk zijn als voor die meid en de jochie, die is nu 16, dus het is heel leuk voor mij. Als hun het goed doen, vind ik het grandioos. Kijk, Nimva heeft net 2 jaar de rijbewijs, dus op 3 jaar. Weet je wel, ze van, goh, vind het motorrijden wel leuk. Ze zou dat op televisie al zien, in de rij, een race. Ze zegt, god, dat vind ik leuk, hè? Dat wil ik ook wel gaan doen. Ja. Maar dat zegt nog niks natuurlijk. En Mike, die voor het eerst rijdt, heeft vorig jaar een paar jaar een minibike gereden en heeft een beetje gecrossed en zo. Voor hem is het wat makkelijker. Prognose van het eind van het jaar. Ik hoop bij de eerste 10 in het kampioenschap. En volgend jaar ongeslagen kampioen. Toen werkte ik al bij mijn vader. Dus. Mijn vader verkocht. Hè? Motorfietsen, scooters, bromfietsen. Ik moest naar de LTS van hem. Om mijn handen te leren gebruiken. En ik was 18 jaar. Toen was ik van school af. Dat hij een winkeltje laten maken. Dan had hij timmerman aan het werk gezet. En toen kreeg ik de kassa van mijn vader. En 3000 gulden. En hij zei, bekijk het maar. Neem maar veel personeel. En zoek het maar uit. Zo. Rob is aan de ene kant vaderlijk, aan de andere kant is hij de strenge ex-kampioen die even vertelt hoe het allemaal zit. Rob Nimf. Toen Nimf voor het eerst bij Rob kwam en meedeelde dat ze wou gaan racen, toen heeft hij zoiets gezegd van jij racen. Dat vond hij allemaal een beetje... Hij wou ons ook in het begin eigenlijk alleen maar de motor verkopen. Met het idee van bekijk het verder maar, dat wordt toch niks. Maar toen, op een zeker moment, toen verscheen er ook een artikel over Nimva in het blad Motor. Las Rob het in het officiële blad. Ze dachten, ja, ze rijdt blijkbaar goed, toch maar eens kijken. En nu vormen ze nogal een hecht team samen, dus wie weet wat het allemaal gaat worden. Ik heb veel beter.
Maar hoe kwam jij in tijden nou? Want je vader is weggelopen. Ja, die had het ene laatste rondje. Ja, één keer schakelde ik er, kwam je er tussenin. Dan heb je niet goed geschakeld. Komen die grote poten van je? Ja, maar hij kwam er tussenin. Nee, dan heb je niet goed geschakeld. Tussen drie en vier. Nee, dat kan niet. Als je klikt, zit hij erin. Heb je niet klikken, maar ik dacht maar je hebt de ketting was gebroken. Je hebt klik gebroken. We draaiden die. Heb je niet gemeten? Maar... Hij snapt die stopwatch niet. Wat heb je nou weer zitten kloten? Waarom loop je dan weg? Dat was de ene laatste ronde. Toen werden we afgevlagd. En dan was één keer wat gebeurd. Waarom loop je dan weg? 2.15 en één keer 2.13. Dat kan niet. De ene laatste ronde naartoe schuiven. Ja. Het is wel zo, denk ik. Johan, we gaan even stopwissels. Ja. Heb je het boekje erbij? Ja. Ja? Heb je met boekje gestolen? Daar heb ik ook niks aan, Bak, als je maar één ronde meet. Zo'n seizoen, dat is vanaf eind februari, begin maart tot oktober, half oktober. We hebben dus 12, 13, 14 wedstrijden. Zaterdagstraining en zondagwedstrijd. Weet je wel? Sectie 1. Nou, en dan hoop ik dan elke keer dat de trainingen beginnen zoals we de vorige trainingen gestopt zijn. Ik verwacht dus altijd een verbetering op laatst. Dus als zondagavond als we naar huis gaan, dat er een verbetering in zit. Dat verwacht ik wel, natuurlijk. Want die ruimte zit er nog makkelijk in. En zolang die verbeteringen er zijn, ga ik door. En als die verbeteringen stoppen, dan schrijf ik hem uit. Zo werkt het. Doorgaan. En doorgaan, doorgaan. Aan die andere, ja, die motoren lopen gewoon harder van die andere. Dus als je een foutje maakt, dan kom je er niet bij. Je moet echt gewoon één goede ronde waar je geen één foutje maakt. Er zijn 50 deelnemers en er mogen er nu maar 30 meedoen. Want het zou eerst 22 zijn, toen 24 mochten er meedoen en nu 30. Dus en ze gaan vanavond worden wel 30 rijden? Ja, en ze gaan vanavond vergaderen of er een B-klasse komt. Dus dat je wel mee kan rijden, alleen in de B-groep. Kijk, nou nemen ze de bocht wel goed. Nou gaat het hartstikke goed zelfs. Maar als de bocht begint, beginnen ze hem even verkeerd. Zitten ze even te klooien. En dan? En dan krijg je weer het resultaat dat je nog steeds dezelfde tijden rijdt. Weet je wat je weer goed maakt, maak je ook weer slechter. Maar ja, nou mag ze de B-groep mee rijden. Dus nou is er nog een keer kans om het nog een keer wel goed te doen. Gaat elke race beter. Hij is er nooit een wereldkampioen uit de krip wereldkampioen worden hoor. Nog nooit. Maar het gaat te langzaam. Dat kan ik niet tegen. Je kan er niets aan doen. Ik kan het niet doen voor die jongens. Ik kan het niet. Kijk, ik weet het wel. Ik weet waar ze het laten liggen, maar ik kan het niet doen. Hun moeten het doen. Maar ze moeten het eerst gaan zien. Toen ik met mijn 50e zeetje begon, had ik
al 5 jaar gekart. Ja, toen was ik 3 keer Nederlands kampioen en 2 keer 2e geweest. En heb je al wedstrijdritme. En ik had gecrossed, weet je wel. Dus mij kan je niet rekenen. Dus ik kwam op mijn wegreis. Toen werd gelijk 3e in het Nederlands kampioenschap. In de 50 en 4e in de 2,5. Maar dat kan je niet rekenen. Denk je ook niet erop? Dat ploegje was ik zeker vol geweest. Hè? Ja, makkelijk. Hoe heb jij gereden, Info? Is er nog een beetje concurrentie? Voor geen meter. Ben je uitgevallen? Nee. Nee. Dit is gewoon eventjes op je tanden bijten en er doorheen komen. Hè? Kijk, we komen er wel, hè? We komen er zeker. Dat is geen probleem. Een mentor of een manager, dat heeft elke rijder eigenlijk nodig. Zeker als je kan rijden. Nou, mijn vader probeerde me alle know-how bij te brengen, dus het was altijd veel praten. En, tot diep in de nacht altijd, ja. Wij waren het team zo, weet je wel. Ik was zijn renpaard. Mijn vader zei gewoon, zo wint, klaar, geen gelul. En ik won ook. Toen ging mijn vader dood. 28 november is hij gestorven. Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Mijn moeder de zaak verkocht en ik ben voor mezelf begonnen, tenminste met racen. Dat noemde je broodrijder, weet je. Maar toen ik het alleen moest doen, ik kon voor mezelf niet lullen. Ik had nodig een mannetje die achter mijn rug stond en dingen loslulde. Die met sponsors praten en... Maar jou wist het gewoon los te lullen. En dat kon ik niet. Ik had niemand achter mij die mij verkocht, zeg maar. Nou, en dat probeer ik voor Mike en voor Ninfa probeer ik dat wel voor elkaar te krijgen. Kijk, als ze hun prestaties hebben, weet ik het geld los te buiten. Maar ze moeten eerst presteren. Nou, neem je nog. Ik wil het gewoon niet hebben. Het is gewoon op snelheid voorbij. Ja. Daarom achterin, ze waren een heel stuk. 3 mannen rennen en ik er buitenom voorbij. Ja. Goed, gaat? Nee. En 40. Als je slechter wordt, of beter? Nee, ik ben slechter voor. Nou, gaat niet. Kom wel goed. We zullen eens even drastisch gaan werken. We gaan even de blok eruit halen zometeen. Ja? Trek het blok eruit en neem hem zo mee. Ja, hè? Ja, of wil je met die andere fiets rijden? Met een andere blok komen? Ja, dan moet ik puppel en iedereen loopt gewoon. Zelfs in de opwarmzone van Mike. Hij spuurt zo. Ja. Wat moet ik nou doen? Ja, hij staat te grap. En te rijk. Ja, ik sta niet. Ik ook niet. Ik wil meedoen. Nee, we gaan er gewoon. We zetten er nou een garabateur op voor. Ja. We gewoon een andere garabateur. Maken we erop pas. En je bent eens buur. Klaar. Gezellebrand is erbij namens de Smet. De kustdames met de champagne en de bloemen. Jongens, gefeliciteerd. En de volgende keer iets meer kans geven om te kwalificeren voor de A-groep. Dit was het even een professioneel. Inmiddels vertrokken een grote groep rijders uit de Suzuki-klasse. Oké. Voortanden los? Nee,
even een professionele dames die er voor rijden. De rijders in de runner-up klasse inmiddels vertrokken. Een grote groep rijders uit de Suzuki-klasse. Oké. Okay. Voortaan weer los. In de bakkie. Hey. Te weinig benzine. Wat? Te weinig benzine. Oh. Hey, heb je mic? Hij is gevallen bij plas 19, maar hij is oké. Okay. S'nachts lag ik wel eens in mijn bed. Lag ik ook wel eens te dromen dat ik een wereldkampioenreis kon winnen. Ja, maar ik had het materiaal niet, ik had de poen niet. Zo simpel is dat. En de volgende dag word je wakker en denk je, goh, fijne droom gehad. Ja, een plasje water met remmen in, stuiteren en boem liggen. Dan net het einde met de hartzoek. Een stukje in mijn gaatje erin. Maar ik rol harder als mijn motorfiets, want ik heb hem gelijk in te pakken. Mooi, hè? Hartstikke mooi, hè? Allemaal zelf. Met die 500 stond ik 35 getraind of zo. Maar ik mocht net mee rijden. En de eerste ronde lag ik op kop. En toen was het gebeurd, toen was het goed natuurlijk. Hè. Toen kon je niet meer stuk. En toen ben ik nationaal kampioen geworden. Gewoon weer in Nederland gewoon kampioen geworden. En ja, daarop Grand Prix. En de eerste Grand Prix kreeg ik geen inschrijving. Dat was Oostenrijk. En de tweede in Hockenheim, daar had ik een inschrijving. Daar werd ik tweede. Ja, dat was natuurlijk, er vielen de muzzen dood van het dak af. Want dat kon natuurlijk niet, volgens niemand. De stroophalen, kun je er één krijgen per dinges, moet ik die gaan halen? Ja. Zit er niet bij, is het niet voor die blauwe kaart dan gewoon? Nee, stroophalenkaart is het. Stroophalenkaart. Nee, dat ligt nog niet de oude hoeren. Ik heb zelf twee helpers. Eén rijker voor de firma Meurs en één rijker voor de firma Niemag. Ja? Ja. Dat zijn twee fietsen. Dat zijn twee hele dure fietsen. En die moet ik goed rijden. Ja? Je moet u daar nou per se dus twee stroopballenkaarten voor bij hebben. Kunnen ze met één stroopballenkaart kunnen er twee mannen daarvoor komen? Ja, want dan staat daar weer. Als u een of ander wilt, en dan moet u het maar met deze meneer dus verder overleggen. Ik bemoei me daar verder niet deze mee. Deze meneer heeft het dwars gekocht. Moet u helemaal zelf weten. Ja, nou, als u dus meneer Jansen moet hebben, dan zoeken we hem zelf. Dat wel. Is de baas. He? Nou, dan moet u meneer Jansen dus zelf maar opzoeken. Ja, bekijk het dan maar even. Als ik hem zoek, als ik hem dus zie, laat ik zo zeggen. Maar naar wie moet ik hem naartoe sturen? Bron. 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 Kijk, die MV Acosta van Arosini, die was niet te pakken gewoon. Die ging maar hop, hop. Die had 20 programma meer dat ding. Ik was altijd gedoodverfd als tweede. Daar heb ik hard voor moeten knokken, want dat wou iedereen natuurlijk. De Arosini won, klaar. Kijk, ik was de eerste van de rest. Zo ging dat. Mijn vader had nog wel gezorgd dat ik zo'n NV had gekregen, bij wijze van spreken, toen. Als hij jou had geleefd, had ik wereldkampioen geworden achter me. Ik zeg het. Wij waren een hecht team, zeg maar. Gevallen. Wat? Gevallen bij post 19. Gevallen? Ja. Nou, dat kan niet. Ja. Dat was 19. Pas 19, weet ik niet. Wat heb je? Nee. Heb je hoofdpijn, Ab? Heb je hoofdpijn? Ja? Moet je een sprintje? Even een sprintje, maar ja. En dood zal blijven liggen, hè?
Kun je het niet zien, nou? Kun je het niet meer zien? Geen beweging in, hè? Wat? Nee. Geen beweging in. Dat is ongelooflijk. Nee, dat gaat niet. Ja, en je kan er ook bij meer afstand van moeten, dan moet je eigenlijk wel van baren, vind ik. Je zit ook met Rob. Ja, dan krijg je zoveel verschillende meningen. En ik denk niet dat dat werkt. Als ik bepaalde dingen niet mee eens ben, dan zeg ik gewoon nee. Ja, de man heeft natuurlijk schat en ervaring natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Maar je kan niet alles weten. En daar gaan sommige mensen misschien wel eens van uit, maar dat is gewoon niet zo. Je moet wel met je tijd meegaan ook. Die ander die is breed, die gaat zo naar weer. Die is niet voor die tandwielen gemaakt. Dat is een hele verkeerde ketting. Heb je die bij Rob vandaan? Die had nooit zo van de idee. Nee, maar die heb ik ook niet van Rob vandaan. Ah. Waar ik werk, van het hit. Die mat smaalt vroeger. Het loopt echt soepel hoor, heel soepel. En die andere liep fel en toen gingen die schakels nog allemaal vastzitten. Maar Rob heeft wel een beetje verstand voor, want je ziet het goed weten. Dat is beter. Ja. Nou, maar dit is niet goed. Echt niet. Dat kan niet. Maar dat zeg ik ook niet, Nymph, dat hij het niet weet. Kijk hoe snel uit de pot komt. Kijken. Eens de getimmerbocht, dat ging wel goed. Dat zag ik wel. Maar daar, hè, die snelle bocht. Accelereren ze toch sneller de hoek uit. Helaas. Nou, we gaan even terug. Maar geen valpartij. Dat is al pluspunt. Strak even, als de training afgelopen is, ga je even fietsen. Ja, maar... Ja? Nee, niet maar. We pakken maar eens je scooter wel even. En dan gaan we met z'n tweeën even. En dan gaan we de stekker wel even lopen. En dan gaan we de bult ook even lopen. En dan kun je zien dat er bij de bult een hele korte bocht is ten opzichte van de stekkerbol. Ja. Dus het is de versnelling hoger. Maar nou pak je ze alle twee dezelfde versnelling. Dat kan niet. Sommige dingen doet hij niet goed, maar andere dingen doet hij ook weer goed. Dus je kan nooit zo gauw oordelen van hij is slecht of hij is goed. Hij is gewoon normaal. Het is niks. Ze zijn allemaal hetzelfde, die tuners, dus het is niet echt die er gigantisch bovenuit schieten. Linkse knikkie. En je hebt hem nog net even open in de linkse knikkie. En dan ga je er één, bang, twee, bang, ga je terug. En je gaat hem goed richten, daarheen kijken. Ja. Pap, je trekt hem zo uit, bang, vijf. Dan heb je hem. En dan ga je voor de bult twee keer terug. That's all. Pak je fiets, rij naar de rij, ga maar kijken. Met de 2,5 gaan ze twee keer terug en die gaan ze die achteraan rijden. Dan gaan ze drie keer terug of vier keer terug. Sommige stappen af heb ik gezien. En die gaan lopend. Ja, hoor. In ieder geval, die is even kijken, 3 jaar geleden is ze pas begonnen met motorrace. Daarvoor wist ze helemaal niks van motorrace. Dat zegt ze zelf. Ze zat zo'n ballet. En die is er in één keer in komen rollen. Dus die wist amper wat de steeksleutel 10 was. Dat hebben Rob en Nymph allemaal moeten leren. Dus het sleutelen en zo. Dus daarom hebben ze zo'n goede band met elkaar. Het is bij ons heel anders. Zet hem weer op 3 streepjes. Nee, lichter. Ja, nu gaat hij lichter. Ja. Hé, hey, dat kan helemaal niet, want hij staat een rij achter de 82. Huh? Zet hem even achter de. Nymph staat hier. Mike moet daar. Mike! Mike moet daar staan. Daar. Hey. Hey.
2. Ja. Lijkt erger. Hadden er 5 moeten zijn. Ja. Goed, Mike? Ja, dat loopt niet. Het is steeds rijker. Dat ding dat loopt veel sneller, man. Ja, je vraagt mijn vader, je hebt het je is op staan kijken. Als jij hier kwam, had je zeker wel. Nou, denk ik, het zou wel echt wel een paar honderd meter schelen wat jij voor van had. Echt heel veel. Hier op de Veenslang. Gewoon gigantisch. Jij ging me daar ook voorbij op dat rechte stuk. Ja, maar jij hebt 40 op stond. 40 op stand. 39. Nou, dat zei ook. Dat bedoel ik, maar dat ding is gedoemd ook nog. Papa, heb jij 15.000 gulden voor me? 15.000? Vandaag nog. Liefste. Oh ja. Wat heb je nodig? Een testbank. Een testbank? Oh, ja. Er is een bank, test 1, 2, 3, ja, Kees, testen, Kees, ja. Joop, 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 Kees, Kees. De botters die zijn nog hun rondjes aan het draaien en het is bijna... Ja, moet je kijken, man, wat een verschil. Dat ook nu Koen weer, Verschuren, 19e, pa. De... Beetje van haar slechter. Ja, niks. Hij is gewoon 10 keer zo beter, man. De bochten rijdt niet zo... Nee, helemaal niet. Hij is gewoon veel beter. Je wordt ook gesponsord door de Nationale Vrouwenhulpverlening van je moeder. Heb je dat wel eens verteld? Mijn moeder die is altijd heel, heel aardig. Als het erop aankomt, ja. Ja. Ze houdt niet van races, maar als het dan echt moeilijk maar wordt... Maar ze er is, dan staat... Nou, ze, komt, ja. Ze komt morgen misschien, hè. En dan staat ze langs... Pak ze! Pak ze! Ja, zelfs op conferenties van onze nationale hulpverlening aan getraumatiseerde vrouwen in Nederland. Daar wordt nog af en toe even vermeld wat nymfen allemaal zoal presteert op de circuits. Ja. Dus dan weten ze waar hun geld naartoe gaat. Huh? Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Nee, ze hebben 2 liter. U hadden wel die andere carburateur erop. Ja. Dat maakt er dus niks uit. Zeg erop. Ja, doet het allemaal. Wat mislukt helemaal? Waar doe jij dat? Wat doe ik dit? Achterwiel, dat past niet. Hey man, die past wel. Kom er zo aan. Kom eens hier. Even het tangetje gaan halen. Gaat het niet, Johan? Wat ben je doen? Wat? Wat ben je aan het knoeien? Rijd je eraf? Ik heb een nieuwe, of de andere kaart. Ik zie ze allemaal. Hey, heb je me aangeleid? Nee. Nou, dat kan je toch niet zomaar vastzetten? De hele 600 is nog niet gestart, dus doe even rustig aan. De race. Pak die jongen. En nou Assen, binnenkort. Over 4 weken. 4? Ja. Week of 4. Maar dat ding dat remt niet hoor, met de voorwiel. Met die grote schijf. Dat remt niet met het voorwiel. Nou, liep netjes, hè? Ze was een beetje aangeslagen, in ieder geval. Nou, ze miste de start, hè? Oh, dat is Nou, hij sloeg af.
En dan moest ze weer beginnen. En ja, dan is het een beetje een diep, een beetje dip. En ze is woest op zichzelf. Dus, maar gewoon even in de vet gehaald laten koken, dan komt ze zelf weer goed. Kwam je nog naar buiten vandaan? Schrijf is niet goed, hoor. Ik heb het geld in. Ik ken jullie niet normaal in Je hebt er 5 ingehaald. Niet goed, hè? 5. Iedereen was wel bij de start. Dus dan kun je niks aan doen. Ik kon nu wel wat aan doen. Ja, wat jouw schuld. Heeft iedereen wel eens een keer. Had ik zelfs laatst. Ze moet een hoop leren nog, dus en ze leert elke race. En elke race gaat ze harder. En als we de tempo zo door kunnen halen, dan gaan we volgend jaar zitten we erbij. Maar ik heb het wel in zich. Hij moet nog een beetje wilde haren kwijt en dan hebben we kans dat het een goede wordt. Maar de papa van Mike is een beetje eigenwijs. Ja, en het zijn zijn centen, dus ik kan er niks over zeggen. Kijk, als wij iemand geen vertrouwen meer hebben en we zien dat hij het absoluut niet kan, dan gaan we naar een ander. En dan houden we tenminste iemand goeds in handen. Dus. Maar die jongen heeft het wel in zich. Tom Vermeel met Tofam in Tuning Center, die tuurt nou mijn motor. En nou zit er gewoon gigantisch veel pk's in. En nou is het meteen goed. Dit zijn een van de beste tuners, dus zit meteen goed. En af en begin over, de ingenieur die is bij ons en die geeft ons advies en die rekent alles uit wat, en, wat we moeten doen. En Ton Vermeel die komt ook kijken vandaag en wat dingen afstellen. En dan na de race gaat hij meteen weer naar de testbank en dan kunnen we meteen zien wat er dan veranderd moet worden. En dat ken Rob Ron niet, want hij heeft geen testbank. Het gaat mij erom dat hij... dat het ding hard loopt, dat ik mensen heb waar ik goed mee op kan schieten. Mike is al een tijdje op zijn eigen bezig. Vandaag liep hij vaster van Mike. Maar er is een andere uitlaat gemonteerd. Niet de sproeiers aangepast, maar gewoon gedaan. Met het verhaal van op de testbank of 6 pk meer en dit en dat. Maar ja, het ding knalt gelijk kapot. En toen kreeg ik nogal een beetje een koude douche van. Ik zei dus van ja, moet je horen, als je zo blijft experimenteren, er zijn onderdelen genoeg. En toen kreeg ik achter mijn rug zo van ik had toch niks. Ja. Dan is het allemaal een beetje aflopen dan. Hè. Dan bij deze is Mike uit het team. Helemaal. Yeah.
prima gemaakt, hè? Die jongen die Timmerman, die heeft de bal. Hij voelt precies zo. Eem zagen weer. Ja. Ja. Pauw! De CEO, als je langs de baan staat met bocht, zie je dat gewoon hoe je moet rijden. Maar hij blijft constant daar weer. Hij loopt lekker. Naar nek. Gaat hij goed nou? Ja. En 6? Hoeveel? In 6? Ja, 13? In het begin 13, daar hebben we nu niet meer gekeken. Nee, heb je niet meer gekeken? Ja, wat is dat nou? Nou, kom op. Weet je? Ja? Hey. Ik ben niet zelfs. Nee? Nee. Nou, dan weet je wat je trainen moet. Dus van achter hem was even weg. Ah, dat lijkt me zo. Nee, echt. Ja? Ja. Oh jee. Is een stukje van de remblok af. Oh, ja, ik dacht dat zoiets. Maak ze nou eens een keer achter je. Was mijn slag? Ja, perfect. Ik zat er hartstikke mooi tussen gelijk. Ja, je zag het toch zelf, hè? Ging goed, hè? Ja, goed. Alles weten. Maar dat oude ding van Rob, dat loopt ook wel iets harder volgens mij. Ja, die liep ook scherp. Ja, hij loopt ook scherp, hoor. Maar die loopt niet zo hard als dit ding. Want ik weet ik niet. Ja, je liep wel in. Heel iets. Ja. Ik denk dat je start, als dat goed was gegaan, dan hij... Ja, dan had je voor dat peloton. Maar dat was een mooie club bij elkaar, hoor. Ja, dat is voor me. Ja, dat is zeker 25 meter voor me. Maar die rijdt ineens niet zo denderend, hè. Ja. Vissie moet je gewoon siliconen kunnen. Ja. Lekker gereden, Mike? Wat? Ja. Lekker gereden? Ja, die ging ook goed, hè? Lekker? Loop snel, ja. Loop lekker nou. Niet voor jou? Nou, niet ook snel. Maar we starten verkloten, ik. Je start. Ja, ik kon je niet hebben. Ja, en ik zat weer achter jou. Ja, het ging niet. Ja, Mike zat achter jou. Ik denk, die Gert van de Wederhof, die ketst ik er wel even af. Ja. Maar dat ging niet. Jij weet echt veel, als je nou wel bij mij kan, denk je niet, joh. Ja, je ging lekker. Ja, dan lekker gekregen. Conditie, hè? Nee, maar de conditie doet ook spreken. Zijn we een goede conditie? Ja, maar hij loopt hard ook. Ja, hij loopt goed. Hé, Mike, ik zie je toch weer, hè? Doei. Je hebt het goed gedaan, Nim. Yes. 22e. Eindelijk. En ik stond 41e getraind, dus... 2. Ah, cool. Je kan ergens nergens aan optrekken, je moet het helemaal zelf van doen nou. Ja? Ja, dat is... En er liggen 4 seconden voor je, hoor. Ja. Die je kan pakken. En je doet het, hè? Ja. Ja, ik
Nee. Wat doen we dan invaar? Ja. Waar hij gemaliseerd was. Oh. Ja, Nymf is weg. Ja, Nymf is weg. Ja, ja, ja. Is Nymf eruit? Ja. Op twee? Maar is het gevallen? Rijd er ook een. Hè? Rijd er ook een. Ja. Sleutelen. Op de bek gegaan. Op het circuit van Kolder. Als het wit is, dan is het zo dadelijk. En als het dan waar is. Ik heb verleden winter dus ook in het ziekenhuis terug. Ik wel gedacht, ik scheid hem niet uit. Mijn vrouw overgaat. En dan zei mevrouw, ben jij bij zo de mythe, wat is dat nou? He? En daar heeft ze nog gelijk in. Want twee weken later dan krijgen we de kriebels in je benen en in je handen. En dan gaan we zitten donderjagen eigenlijk. En dan begin je weer, helemaal van voren van eigenlijk. De fiets lag plat en dan ga je weer aan de gang. Kom ik op Zandvoort, breekt er één zo'n klein godverdomme zo'n rotpijpje, breekt er. Klap weer op mijn muil. Weer hele ding plat. Het is eigenlijk idioot. Eigenlijk ben ik volledig krankjorend dat je eigenlijk aan motorracen doet. Eigenlijk. Is er nog niet? Nog niet. Ja, daar heb je er. Kom maar eens hier, gas. Nou, Mike in ieder geval in. Ja. Je loopt voor een meter. Ja, nee. Nou? Wat? Loopt niet goed? Loopt wel goed. Maar je komt niet in je tijden. Iedereen rijdt onder de 50. Oké, dan red je dat niet. Rent het niet goed. Ik weet niet. Met de voorrem ook remmen? Glijdt die dan? Ja. Ja? Ik had het veel beter willen doen. Maar het zat er niet in. Je kan natuurlijk wel als een blind paard door blijven gaan, maar dat heeft geen zin. Ja. Dus ik heb ook gezegd, ik stop ermee. Ga ermee uit. Finito. Thank you.